Ja. Ja, is het beste wat Feyenoord ooit hebben kunnen overkomen. Dus. En wij maken daar weer onderdeel van, dus ons ook. Ik probeerde wel eens een speler zo bij me aan de deur te kloppen, die er niet in stond. Nou, dan begon hij aan de andere kant al te schelden dat je weg moest wezen. En in zijn bespreking zei hij even kort van, als je dat niet begrijpt waarom je niet speelt, dan zoek je maar een andere baas. Nou, zo was het ook meestal. Maar hij zei gewoon, in 10 minuten of 15 minuten zei hij gewoon de wedstrijdbespreking. Sterke, zwakke punten en dan ging hij weer verder. Die uitspraak met de voetballer kein gelul, dat heeft die man misschien één of twee keer gezegd. Maar kijk, die man was gewoon 100% overtuigd van die spelersgroep. En die wist ook wat hij moest zeggen en heel vaak dat hij iets niets moest zeggen. Wij hadden co-ed uitgespeeld. Het resultaat weet ik niet meer, dat moet je me even onthelpen. Ik kon in ieder geval de nul, dat weet ik wel. En toen zitten we in de bus terug. En toen had die commentator van de radio, ging negatief over mij praten. Van de enige zwakke punt was strijd over de goal. Nou, ik heb Happel nog nooit zo link zien worden. Die heb gelijk s'avonds gebeld, zelf. En wat dan ook, dat hij zijn excuses aan moest bieden. En twee dagen later lag er een brief dat hij zich excuses aan bood, dat het niet waar was. Dus dat was wel, ja, mooi hè. En mooi dat Happel dan ook zo voor je opneemt. Gelijk voor je opneemt, absoluut. Ja, maar zo was hij ook. Dat was wel... Ja, gewoon een eerlijke man, laat ik hem maar zo zeggen. Ja. Hij deed heel veel psychologisch. Om psychologische redenen dit, om psychologische redenen dat. En wat, ja. Om psychologische redenen passeerde hij mij ook in Milaan. Ja, heb je daar inmiddels begrip voor? Ja, dat zal wel moeten. Ja, of begrip voor... Nu je dit noemt, hè, de argumentatie, snap je het vanuit hem dat hij de keuzes maakte zoals hij ze heeft gemaakt? Ja, ze zijn goed uitgepakt. Dus dan snap je het zeker. Hè? Dus dat, ik heb één pluspuntje meegemaakt. We hebben later vriendschappelijk gespeeld tegen het Celtic in Glasgow. Ja, dan speelde ik een wereldpartij. Toen noemden ze mij de keeper met de elastieke armen. En dat was onbegrijpelijk dat ik gepasseerd was voor de finale, voor hun. Dus dat is dan een pluspuntje voor mij, ja. Was je trainer van het nationale elftal van Oostenrijk. En toen wist je niet wat je zag. Ik kon me niet voorstellen dat mensen dan zo kunnen aftakelen door die ziekte. Want hij deed nou zo, maar dat deden wij ook wel zo. En het was gewoon... Ja, botten wat je voelde, weet je niet, denk ik. Dus dit was niet het vrolijkste. Het was het meest vervelende wat je meegemaakt hebt.